Weet je wie ik ook nog moeilijk trek? Nou? Die nou bij die Art... Erika Terpstra. Godverdorie, dat mensen. Die is ook heel de dag blij, hè? Ja, altijd. Altijd blij. Altijd blij, ja, ja, maar ze is blij of dronken. Ach, ze is altijd blij. Dan zie ik haar liever blij. En elke keer die zegt ze tegen die mensen aan de overkant... Ik heb zoveel respect voor jullie. Ja. Zoveel respect voor jullie. Heel de dag blij, hè? Lekker, man. Ja, maar ze meten het blijkbaar ook nog wel een beetje, maar ja. Maar ja, wie je er ook bij zet, die arts is niet te redden. Nee. Maar dat is de laatste paar dagen. Nee, dat is vanavond de laatste keer, denk ik. Kijk, er is het gekke, dat kun je niet verklaren. Er is niet zoveel mis met die jongen. Ik ken zijn vrouw heel goed. Een bijzonder aardige vrouw, ja, heeft hij. En een hele goede productie. Een regisseur was, hè, van het programma, van Johnny. Maar er is niet zoveel mis met die jongen. Het is een goede, vriendelijke jongen. Prettige uitstraling. Maar hij heeft het niet. Als gespreksleider heeft het gewoon niet. Moet hij ook niet doen. Ja, maar dat is ook gewoon een vak, Johan. Ja. Dat kan je maar niet iedereen vertel hem dat is. Nee, dat was wel extreem opletten. Wat was het? Hij kan het, Jeroen kan het, Eva kan het, Matthijs. Ik denk boven even Dorens, denk ik ook. Ja, ja, maar dit is zo makkelijk worden die mensen daar maar neergezet. Ja, maar als iedereen ambieert het ook. Iedereen ambieert het, een talkshow. Jan? Nou ja. Jan ook nu, ja. Merel Westrik gaat het nu ook doen bij Net5. Ja, maar dat wordt een show voor vrouwen. Ja. Wat wil je ermee zeggen? Nou, je moet een beetje oppassen nu, hè? Want voor je het weet, nog meer bewaking. Nee, maar jawel, vrouwen die dreigen niet een beetje dood te schieten. Nou. Nou. Hè? Dat weet ik niet, hè? Nou, die heb ik dan nog niet gehad. Ik heb ze allemaal gehad, alle soorten en maten. Maar... Nee, maar dat vind ik al zo selectief. Een talkshow voor vrouwen. Ja, hoezo dan? Een talkshow. Vrouwen willen toch serieus genomen worden? Dan zijn er ook onderwerpen waar mannen in voorkomen. Wat een onzin, jongen. Maar wij zaten toch op die zender meer voor mannen, RTL 7. Dit was eigenlijk ook een mannenpraatshow. Daar kijken ook best wel veel vrouwen naar inmiddels, denk ik. Maar de bedoeling was nou, daar kijken beetje... opvallend veel vrouwen naar. Omdat die vrouwen ons gezelliger vinden dan dat ze weer naar de zoveelste wedstrijd moeten zitten gluren. Ja, dat is waar. We hadden van de week heel veel vrouwen in het publiek zitten wij, hè? Toen. Ja, ja, zeker. Ja. Maar die werden betaald, hè? Ja. Dat klopt. Nou hebben wij louter vrouwen die we moeten betalen. Ja, daarom. Dus het was niet erg, maar dat waren... Ja... Dick dacht nog even, die zijn voor ons gekomen. Maar nee. Die zaten op hun telefoontje en die zaten te praten over de libellen en dat soort dingen allemaal, maar... Toen het prachtige doelpunt werd gemaakt door Olympiakos. Ik heb meegemaakt vroeger, want ik zit hier al heel lang. Ja. Dan had je de eerste uitzending, dan had je figuranten. En dan komen van die mensen, die krijgen dan 20 euro... om in. Wil alle mensen die dat hebben gekregen even om in het publiek te zitten. Maar dan, na de tweede reclame... Maar dat waren toch nog houten guldens waren dat toch, in die tijd? Die dat weet ik niet, maar na de tweede reclame, dan zag je dus dit, hè. Ja. Die mensen zaten zich kapot te vervelen, hè, voor die 20 euro. Ja, maar er zijn echt heel veel programma's waar dat het geval is, toch? Ja, natuurlijk. Ja, je kunt heel veel programma's gewoon bedenken, misschien of het echt publiek is of dat ze ingehuurd zijn. Je ziet ook vaak dezelfde koppen terug, hè? Ja. Nou wil ik één man er niet uithalen, maar die komt hier ook al. Die zit overal in. Je hebt een paar mensen die maken een vak ervan eigenlijk, ja. We hebben een app. Dat mag u niet missen, hè. Download hem nu voor leuke video's en het allerlaatste voetbalnieuws.